niet zoveel veranderd. Luik-Sint-Truiden, hier is Wim Heidbuchel. Het is nog maar de eerste speeldag, maar als degradatiekandidaten het tegen elkaar opnemen, spelen ze een vierpuntenmatch. Luik heeft dat het eerst begrepen. King Rambo zet voor naar de tweede paal. SND klimt hoog en kopt naast. Dat was in de zevende minuut. Twee minuten later zoekt King Rambo opnieuw de doellijn op. Een voorzet tot bij Varga. Die legt hem klaar voor SND en die steekt de bal een decimeter naast. Sint-Truiden kan daar voorlopig alleen deze hoekschop tegenover plaatsen. Dirks met de kopbal, maar geen probleem voor Beke. De volgende fase dan is Sende naar King Gambo en dan Svonko Varga met een knappe beweging. Varga zet voor en Milosevic knikt binnen 1-0. We spelen 16 minuten. Luik was al een paar keer gevaarlijk met die voorzetten. Is de goal van Milosevic of is het een own goal van Daalmans? Dat valt moeilijk uit te maken op deze beelden. Het antwoord van Sint-Truiden is een handvol hoekschoppen. Dirk zet er hier een voetje tegen. Nog maar eens Sint-Truiden met nog maar eens een hoekschop. De bal wordt weggebokst in de voeten van Daalmans. Die levert de bal in bij Koenen. Iedereen kijkt dan waar die zijn voorzet kwijt kan. Maar er komt geen voorzet, wel een schot en een doelpunt. 1-1 na 25 minuten. Pascal Beke, de Luikse doelman, stond op apengapen. En Erwin Koenen jaagt de bal gewoon in de kooi. Een knappe goal van Erwin Koenen. Sint-Truiden gaat dan door. Van Marsniel zet voor naar Gunter Vrians en die heeft dit schot in huis. Beke heeft daar behoorlijk wat problemen mee. Vlak voor rusten nog deze Luikse aanval. Een verre bal van Milosevic. Varga kopt en Bomans pakt. 1-1 de stand bij de rust. In de tweede helft balverlies van Caranta. Van Marsniel kan er dan bijna van profiteren, maar Justo is net op tijd terug. Een vrije trap voor STVV. Beke lost de bal. Die Beke die maakte een allerbelabberste indruk. En Ooyer steekt dan de bal over de kooi. Sint-Truiden is de enige ploeg die kansen weet te creëren in de tweede helft. Vrians met de voorzet. En dan Wegria die de bal in hoekschop werkt. Even later Daalmans met een afstandsschot over de kooi van Beke. Luik is absoluut nergens, van Marsnille bijna overal. Hier met een voorzet en dat wordt nog een gevaarlijke lop. Vanop links, de bal wordt in de voeten van Daalmans gekopt. En die probeert het nog eens met een schot. Beke heeft hem. Het dichtst bij een tweede. Bij SND, la reprise du Zaïrois échoue de justesse.